Hoi, ik ben Gino Bosman, de verslaggever en mijn cameraman Stefano Kok. En we nemen een kijkje in. Hier zien we een lekker strontje van dichtbij. Nou, het lijkt op een tak, maar mijn cameraman zegt het is stront. Oh, ze moet even de vestie aan. Hallo. Hey, mama, had ik niet even kunnen bellen? Had ik me even... Hè? U heeft honden. Ruimt u de hondenpoep van hen op? Gewoon op straat? Als ze hier op de weg poepen of op de stoep wel, ja. En maar niet op het gras? In het park mogen ze loslopen. Okay. Hallo, mogen we u interviewen? Wat ga je doen, jongens? Ervan dat de hondenpoep toch nog op straat ligt? Vind ik niet normaal. Als je hondenpoep en zijn poep ergens, iemand staat erin. Hij is van. En zijn vader staat er weer in of zo. Ja, dan moet je het opruimen. Op de stoep ook. Oké, heeft u wel eens in een hondenpoep gestaan? Ja. En wat heeft u toen gedaan? Spugen. Op die hondenpoep? Nee. Nee. Hij wil even. Als ik poep, doe ik een heel klein keuveltje. Wat vindt u dan van mensen die hondenpoep gewoon laten liggen en niet opruimen? Ik dacht dat het een regeltje was dat je een plastic zakje bij moest hebben. Zwerfafval, wat vindt u daarvan? Ook niet normaal, want dat doe je allemaal in de prullenbak. En u gooit het zelf daar niet op? Nee. Kijk, daar staat mijn plastic. Hoe komt het dan dat er zoveel vuil op straat ligt? Dat is niet van mij. En hoe oud zijn die honden? Moet ik zingen? Mogen we u interviewen? Oké, en wat vindt u van mensen met honden die poepen gewoon over straat en niet opruimen? Ja, op straat poepen, dat is niet goed natuurlijk, hè. En ruimt het zelf op? Nou, ik ruim het absoluut wel op. Als je op straat zou poepen, dan zou ik het wel opruimen, ja. En dit, hier komen we bij ons einde van de Genestetstraat. En we doen het project met de frisse blik.